Vanwege de illegale handel in tabak loopt de overheid jaarlijks ongeveer 40 miljoen Amerikaanse dollars aan belastingen mis. Deze handel is een wereldwijd probleem. Meer dan 480 miljard sigaretten worden per jaar illegaal verkocht, zonder dat er belasting voor wordt betaald. In dit kader is er vandaag in de conferentiezaal van Hotel Krasnapolski een high-level meeting gehouden. De organisator was Marcel von Zee, directeur van Link Marketing Solution. Dit marketingbedrijf ondersteunt de overheid en internationale organisaties om de illegale tabakshandel tegen te gaan. John Paget in Caribbean External Affairs hield een presentatie over de regionale bevindingen van illegale handel in tabak. In een interactieve breakout sessie is er gediscussieerd over het smokkelprobleem in Suriname.